Een gebied met veel bewolking en daarin ook behoorlijk wat regen op sommige plaatsen trok vanochtend vroeg van west naar oost over het land. Boven Engeland zien we de opklaringen liggen en daar krijgen we met name later vandaag mee te maken. De zon breekt dan vaker door, maar de valt verspreidt nog wel een enkele bui. Vanochtend vroeg was het dus op veel plaatsen nat. Op sommige plaatsen viel meer dan 10 mm regen en stond er een stormachtige wind aan de kust. Vanmiddag neemt die wind wat in kracht af, maar zware windstoten aan zee blijven mogelijk, zeker bij enkele buien. De zon die schijnt af en toe en de temperatuur loopt op naar 9 tot 11 graden. Vanavond wordt het opnieuw onstuimig aan zee. De buien worden pittiger en er is ook kans op een klap onweer. Afkoelen doet het niet echt de temperatuur vanavond rond een graad of 8. Morgen is het ook onstuimig met eerst een westelijke wind. Die draait in de loop van de dag naar noordwest. Neemt dan een kracht toe, wordt dan krachtig tot boven land. Tot stormachtig aan zee met zware windstoten. Er vallen talrijke buien en veel ruimte voor de zon is er niet. Dinsdag is het aanvankelijk wat rustiger. Later op de dag wordt het weer nat en onstuimig. Ook woensdag vallen flink wat buien bij veel wind uit het zuidwesten. Donderdag is het nat, maar neemt de wind wel iets in kracht af. Mijn naam is Wilfred Jansen en ik wens u nog een fijne zondag.